Ik ben Ebru Aydin, ik ben 31 jaar en ik kom uit Utrecht. Ik doe heel veel verschillende dingen, maar eigenlijk is het gemene deler dat ik me heel erg met de samenleving bezighoud. Ik maak programma's, ik presenteer modeleer, ik ben kritische vriend, ik geef workshops en ik fotografeer. Ik merk dat ik zelf visueel ingesteld ben. Ik vind het fijn om dingen visueel voor me te zien. En met fotografie kan je natuurlijk dingen zichtbaar maken. Ja, ik zie gewoon een hele grote groep vrouwen die gewoon hun ding doet. Die lekker bezig in de samenleving. Maar eigenlijk in het grotere landschap, dus eigenlijk in de media, nog te weinig een plek heeft. Er wordt heel veel gepraat over moslimvrouwen en weinig met. En als ze in beeld zijn, is dat toch best wel op een stereotyperende wijze. En ik merk dat ik daar gewoon last van heb. En daar gewoon op mijn eigen manier, ook als moslimvrouw, beelden en verhalen in wil maken die meer passen bij de realiteit van deze vrouwen. Ik vind mensen ontmoeten en een verhaal aanhoren en dat soort van vertalen in een visueel beeld, daar word ik wel blij van.